Mijn zoontje wil op judo. Leuk. Nou ja, er zijn een paar. Ik heb even iets opgekregen. Ik heb een paar dingetjes waar ik dan mee zit. Ik wil niet voor Oscar in mijn huis een judomat van 14 bij 17 meter gaan neerleggen. Ach wel. Kun je nagaan. Nee, maar daarvoor ga je naar de sportschool. Genoeg mat. Genoeg mat. Maar het is wel helemaal in Rotterdam, zit ik te denken. Als jullie de mat opkomen, dan doen jullie iets. Dan groet je naar elkaar. Mm-hmm. Daarna groet je de mat. Je groet de mat. Ja, maar... En doe je dat ook als niemand kijkt? Groet je dan ook de mat? Ja. Als ik met iemand sta te praten, hè? Ja. En dit zit zo, weet je wel? Zo. Ja. Ja. Dan hoor ik al niet meer wat hij zegt. En bij judo, als ik dat probeer te kijken, is het alleen maar dat. Het is alleen maar mensen die bezig zijn hun jas weer goed te doen, die centuur weer dicht te doen. En dat gedoe, jongen. Hij moet ook een beetje los kunnen. Want als ik iemand ga vastpakken, heb ik ook ruimte nodig. Dus als ik bij jou bij eerste pak...